Hallo Spencer, brengen we een nieuwe aflevering van Need for Speed Most Wanted. Kijk wat een mooie serpentwagen wij daar hebben. We gaan gewoon lekker verder met Need for Speed Most Wanted. Laten we even lekker onze auto pakken. We mogen hem uitdagen. Ik heb even die race events gedaan gisteren. Dat was best wel een hel. Wat een speedtrap als tweede race? Dat weet ik zo net nog niet, meneer. Ik ben niet altijd goed in speedtraps. Maar we zullen zien wat we ervan maken. Het is me opgevallen dat best wel veel andere gamekanalen ook Need for Speed Most Wanted aan het doen zijn opeens. Ik geloof dus David Games. Doet Danny hem. En op Faco Games is er geloof ik een gasrol van. Weet je dat ik alleen dat zulke problemen mee heb? Ik weet nog, dat wil je nog weten, die keer die ik poepoe deed. En de auto staat 500, dat ik zoveel gehuil kreeg van... En heb je gestolen van één gamekanaal? Ja, daar heb ik geen problemen mee, weet je. Dat kun je vinden, terwijl ik al lang had gezegd dat ik het spel ging spelen. Maar daar gaat het even niet om. Maar op het moment dat het bijvoorbeeld een ander groot kanaal niet verspeeld gaat spelen... Je hoort niemand huilen. En heb je gestolen van Serpent Gameplay? Want ja, op een of andere manier werkt het bij YouTube zo. Als je meer subscribers hebt en je pakt iets van iemand met minder subscribers, dan krijg je geen problemen. Op het moment dat je iets pakt van een kanaal met veel subscribers en je hebt zelf minder subscribers, dan krijg je in één keer haat. Oh, dat heb je gestolen, onorigineel, ben je voor mijn goal. Nou, zo werkt het blijft bij deze YouTube-wereld, dus ik denk dat we er weinig tegen kunnen doen. Behalve gewoon meer subscribers halen. En dan mag het wel. Ik word alleen wel een beetje boos als ik nu op een gegeven moment allemaal haters krijg van... Ja, je hebt niet voor speed gestolen van dus David Games. Dan heb je zoiets van, gast, deze serie heb ik een half jaar geleden begonnen ofzo. Kut, dat gaat niet goed. Dus ik weet niet wat er allemaal te haten valt, maar... alhoewel, die gasten van dus David Games en Faco Games gaan we waarschijnlijk wel inhalen. Want ik upload dit echt amper. Ik vind het helemaal geen leuke serie. Ik vind het juist een hele leuke serie. Alleen, ja... Ik upload sowieso niet bepaald heel veel dingen vaak. Dus ja, je moet er gewoon aan wennen. Die bocht neem ik niet echt smooth. Maar ik sta aandacht voor op die vent. Dus ja, ik vind het wel een leuke spel hoor. Alleen ik moet die races tussendoor al doen. Er gaat best wel veel offscreen tijd in zitten. En dat met de politie lukt heel vaak niet. Dat is best wel irritant. Ik moet nog eventjes zometeen, als we weer markers mogen kiezen, eventjes kijken waar die auto de vorige keer zat. Want die persoon van had me ooit in de comments een trucje geleerd. Voor mij was dat die de vorige keer in links en links midden. Dus we moeten nu voor rechts en rechts midden. Maar dat weet ik niet zeker. Oh joh, een mooie bocht, mooie bocht. Een mooie bocht. In plaats van een mooi boy, een mooie bocht. Kut. Oh, we hebben nog 4.78 seconden voorsprong, maar niet voor lang. Oh, er komt een beetje rook uit de schoorsteen. Daar wordt aan de schoorsteen geklopt. Dat staat nergens op. Maar Sinterklaas moet er nu niet in, want dan wordt hij een Zwarte Piet. Ook hij. Zal lijden aan Zwarte Piet syndroom. Kom op Rick, je kan het. Nitro. Oh god, hij heeft ons ingehaald. Die 4. nog iets seconden heb je snel ingehaald, meneer. Maar niet voor lang. Oh, die bocht heeft Rick wonderbaarlijk goed genomen voor zijn doen. Misschien moet ik een keer de shiftknop gaan gebruiken. Deze map zit echt vol met strakke bochten. Ik hou niet van strakke bochten. Dat is nou helemaal een feit. Oh, daar is een finish al. Oké, kom op Rick. Even niet door die auto daar geschept worden. Dat is geen goed idee. Hotse flotse. Oh, moeten we nog een rondje? Oh. Dat stelt me teleur. Dat was niet de bedoeling. Kan ik hierin? Is het een afsnijroute? Is het legit? Ja, kut. Ha, wat leuk. Leuk geprobeerd, Rick. Oh, je begint hier. Oh, dat is best wel leuk verzonnen eigenlijk. Oh, dat is best wel leuk eigenlijk. Nou, ik het zo zie. Enig. Ja, dat was een klein beetje een faal. Hoeveel rondjes moeten we dan? Oh, 2. Gelukkig. Het zal toch niet zo zijn dat je 3 rondjes moet rijden. Doe je het er niet. Doe je jezelf er niet aan. Nou, precies. Oké, dan heb ik genoeg gerend over... Dus David Games en Faco Games en series stelen. Ik weet niet hoe je een serie kan stelen hoor. Maar weet je, ik heb bijvoorbeeld zelf al heel lang. Echt, eigenlijk zou een van de eerste series op dit kanaal zou Mirror's Edge zijn. Gewoon met Jur samen, want Jur had hem op zijn PC. Alleen dat spel kon Jur zijn PC niet aan. Dus ik had Mirror's Edge geloof ik vorige week gedownload. En nu zie ik dus in één keer, ik kijk echt nooit op die spooky kanaal. Dus het zou best wel een tijdje erop kunnen staan. Zie ik daar ook in één keer Mirror's Edge. Dan denk ik, nou oké, dat kan wel. En dus ik kijk voor mij, was het op Faco Games net? Zat er ook op Mirror's Edge? En nu heb ik dus weer het idee dat als ik zodra ik Mirror's Edge als serie ga beginnen, dat ik heel veel haat krijg. Oh, dan heb je weer gestolen van Spooky en al die andere kanalen. En dan heb ik zoiets van, I don't care. Dus ik ga hem alsnog wat doen hoor, maar het zal nog even een tijdje duren. Oeh, die fans zit aardig goed vast. Dat is mooi. We hebben een aardig grote voorsprong. Maar nu weten jullie dus een beetje hoe het zit in de YouTube-wereld met op het gebied van stelen van series. En ja... Dus op het moment dat je een grote YouTuber bent, dan maakt het niet uit, weet je, dat je iedereen zijn serie stelen. Dan kun je net zo goed het hele filmpje van die persoon stelen, gewoon zijn naam eronder zetten en niemand die dat boeit. Maar zodra jij kleiner bent dan die persoon, dan krijg je gezeik en gehuil en zo. Allemaal verdriet. Hou ik niet zo van. Niet mijn ding, maar ja. Ik wil maar niet klagen hoor. Het is alleen een beetje, ja, nee. Beetje jammer, maar het is zo erg is het nou over niet. Het is niet dat ik s'avonds wakker lig van... Oh nee, ik heb een serie gestolen. Ik ben echt een misdadiger, dus moet ik de gevangenis in.
Weet je, zo werkt het gewoon niet. Voor mij was Cube, wat ik ook heel graag doen op mijn kanaal. Die heb ik ook al gedownload, zelfs gekocht op Steam. Cube. Voor 2 euro of zo, wat was het? 4. Heb ik Cube gekocht. Het is een soort van portal, maar dan met een kubus. Het is een, ja, ook een soort van portal. En dat wil ik ook nog wel een keer gaan doen op mijn kanaal. Maar dat is ook al gedaan als spooky of zo. I don't care. Het maakt echt niet uit, hoor, jongens. De manier die ik me daardoor tegen gaat houden. Alleen, ik zou het wel een beetje jammer vinden als ik heel veel van die mensen krijg die gaan huilen. Oh, kut. Oh, god. Jammer. Ja, ja. Zou dan nog steeds dat hij 5 seconden op hem voorloopt? Dat vind ik dan wel weer leuk. Nee, nee. Je helpt niet met het maken van die bocht, meneer. Oké, okay, snel, Rick. Je kan nog winnen. Je kan nog winnen. Oké, okay, als het goed is, is het nu een beetje over met de irritante bochten. Hoop ik. Oké, okay, die bocht ziet er niet aardig uit. Laten we een beetje afremmen. Rick, je remt nog steeds niet af. Je remt nog steeds niet af. Ik weet het. Doe mijn best, man. Oh, hij raakt niet eens de zijkant. Wat goed. Alweer niet? Rick, waar heb je die fantastische bochtskills geleerd? Het spel lijkt trouwens een beetje. Het spel lijkt echt nooit. Nou, vandaag wel. Not today. Oh, het spel lijkt echt zo hard, hè. Oké, hier is het einde, joh. Gemooi, gemooi, hè. Gemooi. Het is zeker gemooi. Oké, we hebben deze race. Kut, een taxi. We hebben deze race. Kut, een taxi. Dat is niet deze race, Rick. Dat was de vorige race, die met kut, een taxi. Oké, we hebben deze gewonnen. Nu is een speedtrap en dat is kut. Want die speedtrap dingen zijn altijd na bochten. En laat ik je eens vertellen. Ik ga meestal niet zo snel na bochten. Dus ja, deze allemaal. Gelukkig moet ik alleen tegen defend, dus dat scheelt. Je moet gewoon je nitro aanzetten, want dat doet ze bijna nooit bij zo'n speedtrap. Dus daar heb je al een aardig voordeel bij te pakken. Gewoon oppassen voor bochten. Nou ja, we gaan deze speedtrap waarschijnlijk een paar keer doen. Ik bedoel, de aflevering moet toch 15 minuten worden ongeveer. Alhoewel ik ben jullie niet verschuldigd. Ik heb afleveringen van een uur. Dus ik denk niet dat mensen gaan houden als deze 10 minuten is. Ik ben wel teleurgesteld. Van eindelijk een nieuwe Need for Speed. Wat? Hij duurt geen uur? Rick, hoe kun je mij dit aandoen? Ik weet het niet, man. Hoppa! Dat is niet hard. Kut. Oh, hij ging al 12 kilometer zachter, hoor. Dat is alsnog hard. Ik hou van hard, 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 hard. En dan op de foto. Op de foto met Zwarte Piet. Op de foto met Dit is Jan TV. Als je nu denkt, Rick, waarom zeg je op de foto met Dit is Jan TV? Omdat ik op de foto ben geweest met Dit is Jan TV. Als je vrienden met mij zou zijn op Facebook, wat je dus blijkbaar niet bent. De vorige YouTube gathering, toen ben ik met Glenn, weet je wel, van die inwezen en met Dit is Jan TV, gingen met z'n drie op de foto, fucking baas. En ik herinner me nu opeens dat laatst, met de vorige livestream, zat ik in een gesprek met Jan en Glenn. Herinner ik me opeens. Ik doe me opeens denken aan de gathering, want toen waren we ook met z'n drietjes. Ja! En ja, ik ben ooit op de foto geweest met Dit is Jan TV. En met Jorgen Rijmen, die kennen jullie vast wel. Die is van Jorgen Rijmen, tv-programma's met Jorgen Rijmen erin. Ik was op het station, op Schiphol was ik. Oh, kut. Even niet op de kop gaan, Rick. Oh god, daar is een speed fotootje. Dat gaat niet goed komen. Hij was daar bij de Burger King geloof ik. En hij zei van, ja, ik wil een hamburger zonder kaas. En toen kreeg hij dus een hamburger met kaas. Helemaal boos worden en zo, want hij is beroemd. Dus dan mag dat, weet je. Dan mag je heel boos worden. Ik zei, kaas, godverdomme. Er is niemand die daar, kut, boos om. Oh. Kut. Nou moet ik 30 kilometer gaan inhalen. Oh, Rick, toch weer. Ik dacht, we speedtrappen en we gaan even gauw de nitro aanzetten en dan komt het allemaal goed. Maar nee, dat viel dus weer tegen. Hoppa! 199 maar! Wat? Nu ga ik snel, ja. Komt er weer een bocht aan. Waarom is het niet gewoon één lang stuk? Waarom is die hele speedtrap gebeuren niet gewoon één lang stuk? Dan was ik er goed in. Hier is het er eentje. Die pakken we eventjes mooi. Ik ga snel, maar ik lag ook. Kijk. Dus ik heb geen idee wat er allemaal gebeurt. Ja, kijk, het spel doet het weer. Oh, ik sta weer eerste. Niet slecht, Rick, niet slecht. Oké, dan hangt dat allemaal af van een van de laatste foto's. Ik weet niet hoeveel foto's er nog zijn. Dat ergens kan zien. Ik vraag me altijd af bij speedtraps van... Zit er een tijd aan van hoe lang je erover mag doen? Want het gaat er niet om of je eerste of tweede wordt. Dus je kan in principe gewoon terugrijden voor zo'n foto als je een beetje langzaam gaat. Maar dat weet ik niet zeker. Is er nog een soort van mechanisme achter? Ik moet nu eventjes niet tegen de kantjes aanrijden, want dan verpest ik het helemaal hier. Wat ik sowieso wel ging doen, hoor. Nu zet hier nou weer een fotohokje neer. Doe je het er niet. Nou, nu even de nitro indrukken. Hoppa, 214. Ik weet niet of het genoeg is om Ming een beetje in elkaar te drukken. Oké, lekker door de berm. De berm, de berm, de berm. De berm. De berm. Oh, deze foto heb ik wel. Deze heb ik al in de pocket, denk ik. Oké, daar gaat hij. Hoppa, 253. Is dat goed? Wat vind jij ervan, Ming? Oh, ik sta aardig op mijn voice van 25 kilometer. Die gaan we niet makkelijk verliezen, want hier is de finish. Woehoe! Alle bomen moeten dood. Yeah! Hoppa! Oké, ik ga heel even gauw kijken waar de vorige keer de auto zat, zodat we deze keer kaart kunnen winnen. We moeten sowieso de middelste kiezen, dus laten we dat gewoon alvast even doen. Volgens die persoonlijke strategie, altijd de middelste.
En dan links of rechts. Maar dan ligt er aan waar die de vorige keer zat. Dat is sowieso de middelste, wat kiezen dus. Cash, 50.000, zo. Oké, ga ik even opzoeken waar die de vorige keer zat, tot zo. Oké, de vorige keer zat de auto links, dus we gaan nu voor rechts. Oké, kom op. Yes, dankjewel, fanpersoon. Ik had echt wel in mijn hoofd, damn you, fanpersoon. Maar hij had gewoon gelijk. We hebben dus weer een auto gewonnen. Was deze awesome? Deze was pittig. Als hij is kaal. Hij is kaal. Jongens, hij heeft geen haar op zijn hoofd. Geen haar op mijn hoofd, die hieraan denkt. Webster. Pakken, pakken, wauw, wauw. Pakken, wauw, wauw, op de Corvette. Hutje, puh. Ik ben kaal. Kaal. Hij is kaal, kaal. Hij is kaal. Geen haar. Geen haar op zijn hoofd die daaraan denkt. Geen haar. Wel een schedel zonder haar. Haren hebben geen schedel. Schedels hebben geen haar. Daar zit hoofd uit op. En zo. Ik ben nummer 5, dus ik heb 5 haren. Maar die heb ik afgeknipt en nu ben ik kaal. 5 haren. Wie ben kaal? Auw! Dat was Webster's intro lied. Rock. Nummer 6. Hoe voelt het nou? Zo, hoe voel je nou? Nummer 6 op de zwartlijst. Nadat je terugkomt van niets. Wie had het gedacht? Het voelt vast goed. Dankjewel, Rog. Ik weet nog steeds niet wie je bent, maar je bent echt een goede Rog. Laten we even de nieuwe auto bekijken die we zojuist gevonden hebben. Hoho. En oh mijn god, die man is zo kaal. Moet je zien. Hij is blij. Hij is blij en kaal. Dat zie je ook niet vaak. Kijk deze nummers. En ga nu aan het werk. Oké. Even kijken. 7 races, 4 milestones en een bounty. Heb ik de bounty hier al? Nee, is er geen vinkje voor, maar ik ben eigenlijk dichtbij. Nou, volgende aflevering gaan we natuurlijk bounty hunten. Deze aflevering ga ik even de auto pimpen. Want ik heb aardig wat geld verdiend en ik ga alvast een race winnen waarschijnlijk. Net die van leuke races. Moeten we wel weer 7 winnen. 7 races veel, maar er zitten sowieso 3 tolboos bij. Daar ben ik altijd heel goed in. Sprints ben ik ook altijd nog wel goed in. Speedtraps faal ik meestal best hard in. Zoals je net kon zien, die speedtrap van net ging echt heel goed. Eens even kijken dan. Car select. Is die auto een beetje awesome? Wow, dat ding is fucking awesome. Kijk dan ook hoe snel dat ding kan. Wat een schatje. Oké, laten we eens even gaan kijken of we nog wat leuks ermee kunnen doen. Dit is zo'n vette bak, jongens. Er moet alleen een serpent op. Dat kan ik waarschijnlijk wel laten doen. Er is zo'n winkel waar je de stickers en shit op kan zetten. Misschien hebben we dan een serpent sticker op kunnen zetten. Die hebben we vast vrijgespeeld. Ik hoop het. Hoppa. Visual is dat zeker. Even kijken of dat erop kan. Hier zijn stickers. Stock frame, tribal stripe, race flag, body. Uniek. Zal daar een serpent bij zitten? Dat is een soort van serpent. Dat is geen serpent, maar het lijkt er wel op. Oh, wat mooi! Nee, maar 5. Oh. Zullen we gewoon doen alsof dit een slang is? Is het een slang? Ik heb geen idee, we doen het. Haha. Zullen we nog meer mooie stickers opzetten? Red. Oh, die red blaze is nice. Niet slecht. Zullen we die erop zetten? Kom, hij is mooi. Hotse! Wacht, had die serpent ook iets aan de bovenkant? Dat had ik wel nice gevonden. Nee, niet eens. Jongen, wat is dit nou dan? Ga ik de body nog wat aan het aanpassen? Of verliezen we ook onze serpent? Nee, hey, dacht dat is even lekker niet, hè. Nationale vlag. We gaan dan wel een keer een auto met een Nederlandse vlag erop zetten voor de grap. Heb je die? Germany, Great Britain, Kaiser, failliet. Die vlag is vast heel goedkoop. Netherlands. Zullen we die op de Punto zetten? Fuck yeah. Die zitten op de Punto. Oh. Fucking awesome. Oké. Okay. Even checkout. Ja, is goed. Hoeveel kost dat? Weinig. Oké, we hebben nu een cool ding erop. Ik ga sowieso nog wel. De Punto moet gewoon rood-wit-blauw op. Dat is toch lachen. Een 4 Punto met een Nederlandse vlag erop die roze is. Misschien moet het dan ook oranje verven. Niet alsof het WK nog bezig is dat jullie dit opnemen. Is al lang al voorbij, man. Ik neem dit op en zometeen om 3 uur staat hij hopelijk online. Als de render een beetje mee zit. En anders dan staat er niks om 3 uur online. Ja, dat zou kut zijn. Dat zal nog eens kut zijn, hè, als het niet zo was. Nou, oké, performance. Ik hoop ook nooit nieuwe onderdelen, terwijl dat wel helmetje performance. We hebben al Ultimate, die we hebben nog niet eens vrijgespeeld. Ik bedoel, oh my god. Hier, we hebben hier ook al Ultimate. Deze bak is fucking vet. Nou, hier heb je alleen Ultimate, om een of andere reden. Nou, die hebben wij hoor, die hebben wij. Is het gewoon 2 nitro's lager heeft deze. Kijk, daar faalt hij dus al. Zijn er wat nieuwe banden eronder? Nope, hebben we ook al Ultimate. Remmen, alsof ik ga remmen. Ik heb die remmen niet eens nodig, joh. Die rem heb ik echt nergens voor nodig. Oeh, heb ik ook al Ultimate. Oeh, ik hou van deze auto. Oh, ja, natuurlijk wil ik dat. Oké, okay. Kostte dat 18.000? Oké, okay. Zullen we even de Punto halen, die ook nog even een pimp geven? Een pimp. Kijk, kom ik hier vandaan? Ja, dat is de safe house.
Geeft u ons deze auto, is fucking snel. Hoppa. Dat ging iets minder goed dan verwacht. Nu we trouwens net eerst hadden over Need for Speed op al die gamekanalen. Ik kan het wel begrijpen, want Need for Speed Most Wanted is gewoon het beste Need for Speed spel. Vind ik. Dat is mijn mening dan weer, hè. Kijk, we hebben nu 4 wagens. Hè? Huh? Heb ik deze ook nog steeds? Ik kan deze wel verkopen. Zo goed is die niet. Hoe verkoop je hem? Ik zie al die knoppen niet. Ik wou nog geen inpand swipe op gooien. Ja. Ik heb geen zin om veel auto's te hebben. We kopen nog een keer heel veel auto's. Gewoon echt een ziljoen. En dan gaan we die allemaal grappig pimpen. Die Gallardo's. Zo vet. Oké, Mercedes-Benz. Ik wist niet eens dat dit een Mercedes-Benz was, joh. Daar kom ik nu opeens achter. Fiat Punto. Oké, kom maar op, Fiat Punto. We gaan je denken, zullen we hem weer even lekker performen? Ja, we gaan de Fiat Punto meteen even met de beste dingetjes ondergooien. De beste starts. En dan even de Nederlandse vlag erop. Daar kan ik wel om lachen. Jullie ook. Nationalisme over alles heen. Oké, dan. Ik bedoel, waarschijnlijk gaan we naar de volgende aflevering gewoon met de Fiat Punto racen. Gewoon omdat heel veel mensen van de Punto houden. Heel veel mensen van Serpent Gameplay die zien de Punto gewoon als een familielid, weet je. En dan ben je een echt goed serpentje. Als je echt een goede Serpent Gameplay fan bent, dan hou je gewoon van de Fiat Punto. Dan wil je later ook een Fiat Punto, weet je. Dat wil je gewoon. Of je het nou wil of niet, je wilt het gewoon. Hoppa, ultimate. Hoppa, doet Ricky niet moeilijk over, hoor. Ricky doet daar niet moeilijk over. Hoeveel gaat het nu kosten? 11.000 maar, oh joh. Oh, wat? Oh nee, al 69. Ha, 69. Zo grappig. Titanium remkit. Leuk, dat klinkt gewoon al awesome. Dus, even kijken, hoeveel gaat dit grapje kosten? Oh, 100, gewoon 100.000 maar, joh. Voor om een 4-4 Punto een beetje te pimpen, dat moet lukken, toch? Eerst even een oranje verfje eroverheen. Even zo'n nationalistisch kleurtje oranje, weet je wel, van Holland. Ja, deze. Net als die ene auto die je vooruit kon schreeuwen. Die ene. Veneers. Van Waals. Nationale vlaggen. Hoppa. Waar zijn we? Nederland, oh Nederland. Kijk, kunnen we nog een nummer opzetten of iets anders cools? Of gaat het dan weg? Oh, wel awesome. Het is wel awesome, maar ik wil het niet. Oké, dus dit moet er niet meer op. Misschien nog een... Nee. Install aftermarket. Wat is dat nou weer? Oeh, een raamtintje. Waarom zou je dat willen? Ik kan de politie niet zien als een begin. Oh, die hebben natuurlijk ook oranje. Medium red. Heb je nog orange? Oh ja. Kunnen we nog meer oranje maken? Wat gebeurt er nu? Er gebeurt maar niks. Nou, oh, leuk. Dat was ook leuk. Daar wil ik ook graag eentje van. Welk nummer zijn we? Oké, ik mag zelf een nummer invullen. Wat is eigenlijk mijn nummer? Ik had ooit iets van een nummer. Als Serpent Gameplay een nummer had, wat was het dan? Hetgeen, ik vind die nummers lelijk. Lelijk. Hier kun je... Oh, dit is best wel cool. Dat wat wij zelf zien. Dat is best wel nice. Deze willen wij toch wel, hè? Hoeveel kost die 1000? Oh, dat moet lukken. Hij glittert zelfs. Of dit. Oh, ja. Welke kleur willen? Oh, dan mag het wijzertje zelfs oranje maken. Awesome. Wat hebben we nog meer? Hebben we die nog andere? Nee, dit is gewoon voor de kilometer per uur meter en shit. Sonic? Nee, ben Sonic niet. Ik ben een Fiat Punto eigenlijk, nou je het zegt. Zo. Nou is een Fiat Punto ook weer helemaal up-to-date. En ik denk dat we dan gewoon volgende aflevering keihard gaan racen met die shit. Ik denk dat we helemaal losgaan. Dit ding kan aardig snel nu trouwens. Hoeveel kilometer gaat die? Boven de 200. Ik vind het niet slecht. Ik vind het niet slecht, jongens. De Fiat Punto is gewoon een goede, awesome wagen. Oké, kom maar. Hoppa. Dan bedankt jullie voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we lekker verder met Bounty Hunter. En deze man is kaal. Hij is echt kaal. Even kijken wat hebben we voor leuks. 2000 bounty. 200.000 bounty. Geen probleem. Hoeveel kost een state of 10? Nou, dat is makkelijk. In minder dan 2 minuten. Dat zullen we dat nu gewoon even doen? Ja joh, iets langer aflevering. Want dit is allemaal in één keer. Dus dan... 6 Oké, doe eerst even gauw deze aflevering. Alsof een klein toegifte, maar ik anders maar 2... Nou eigenlijk, ja, 2 races heb gedaan. Dus ik ben zelfs een keer Need for Speed was al een tijdje weg. En ik doe vandaag Need for Speed, want op die update video heel veel mensen zeiden... Rick, ga Need for Speed doen! Wacht, dit is hetzelfde scenario als de vorige 2 bounty levels. Die verloor ik al door al binnen een paar seconden. Meestal vermoorde ik hem al de eerste paar seconden zelfs. Dus dit zou echt een makkie moeten zijn.
Hoppa, dat ding gaat snel. Holy shit. Die Punto gaat snel. Het spel lijkt ook heel erg. Daardoor lijkt hij nog sneller te gaan. Maar daar gaat het niet om. Kijk, we zijn hem nu al kwijt. Ik ben zo goed in de politie afschudden, hè. Ik ben echt verliefd op de Fiat Punto. Hij is zo Punto-rig. Zo, nou, dat was die missie. Oh, Need for Speed. You silly. Politie, you silly. Bedankt je voor het kijken van deze aflevering van Need for Speed Most Wanted. We hebben het spel voor 46% uitgespeeld. Nee, dat is niet slecht, want we zijn hier bij part 17. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we verder met Need for Speed Most Wanted. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, en dan zie ik jullie dan. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei!